Ja, Henry, ze willen niet naar onderen kijken, ze willen eigenlijk naar buiten, naar boven kijken. Ja, naar buiten is ook wel gezellig, alhoewel het erg donker is, maar ze willen eigenlijk naar boven kijken. En ja, vanuit een lagere positie gaat dat dan gebeuren. Ja, napraten natuurlijk over deze wedstrijd, hier vanmiddag samen met de beide trainers. Kenan Dormusoglu, ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb. Ja hoor, heel goed. En natuurlijk Freddy Smit aan de andere kant. Ja, 6-puntenwedstrijd hebben we aan het begin van de middag al gezegd. En ja, met een los trekje aan het langste eind hier vanmiddag. Ja, dat klopt inderdaad. Eerste helft, eerste 10 minuten hadden we lastig met de lopende middenvelders. Later in de eerste helft hebben we een beetje naar ons hand toegetrokken. Tweede helft, eigenlijk was het een beetje gelijk opgaande wedstrijd, vond ik. Van alle kanten uit. En uiteindelijk, door een cornerbal kwam wij op 1-0. Ja, vanaf dat moment, ja, het moment van de keeper en mijn spits. Die daar tussen komt en waar een penalty uitkomt. Ja, dan kun je op te twisten natuurlijk of het wel of geen penalty moet zijn of het wel of geen overtreding moet zijn. Nou goed, uiteindelijk wordt het ook nog een rode kaart. Dat vond ik dan wel weer best wel zwaar gestraft. Okay, overtreding prima, penalty ook oké. Okay, maar dan misschien een geel kunnen afdoen. Uiteindelijk de 2-0. En na de 2-0 zag ik wel bij ons wat zijn we verslapt eigenlijk een beetje. Twee hele grote momenten nog voor Nunspeet. Dat zomaar de 2-1 kunnen zijn en vervolgens is het weer een wedstrijd. Maar goed, al met al, het is niet een hele goede wedstrijd geweest, van beide kanten niet. Maar goed, uiteindelijk wel blij natuurlijk met de 3 punten. Ja, dat kan ik me voorstellen. De eerste helft ja, was zeker niet best van geven beide kanten. Lange tijd zag het er misschien zelfs nog uit dat het een 0-0 wedstrijd uiteindelijk zou worden. En dat men tevreden is met allebei een punt. Maar ja, dan toch dat moment in die 61ste minuut, hè? Ja, dat klopt. Je wilde de cornerbal? Ja, eigenlijk het doelpunt, hè? Ja, dat klopt. Er was behoorlijk druk aan in de strafschopgebied. En vervolgens koppen wij de bal netjes in de goal. En ja, vanaf dat moment kantelt natuurlijk ook een beetje de wedstrijd. Zij moeten dan gelijk maken. En wij krijgen daardoor iets meer ruimte. En ja, goed, uiteindelijk gaat in mijn beleving ook daarin de keeper niet helemaal zuiver. Freddy, een paar momenten uit de wedstrijd. Eerst nog eventjes de eerste helft. Ik vond Nunspeet veel te slecht. Nou, ik vond dat Nunspeet de eerste 10 minuten prima begon. En dat we daarin ook absoluut beter begonnen dan DOS. En ook wel een paar mogelijkheden en lopende mensen voor de goal kregen. Daarna zakten we in. Ik bedoel qua spelmanier. En niet qua spelmanier, qua niveau. De laatste 10 minuten voor de rust begonnen we weer de duels te winnen. En was dat stukje weer grond, wat mij betreft. Dat wat we vorige week juist nalieten voor de rust bij Scherpenzeel, waar we dan de duels begonnen te verliezen, wisten we die vandaag wel te winnen tot aan de rust. En was het ook absoluut wat ik Kenan zei, een gelijkopgaande strijd wat alle kanten kwam. Ik denk dat de jongens dat ook zo voelden en dat wij dat ook zo voelden. Maar goed, dus in de rust hebben we daar over gesproken. Toen moest Isa uitvallen, Isa was ziek, is ziek. En toen brachten we Las en Jopje naar voren toe. Ja, goed, en dan gebeurt dat. Wat nou dus gebeuren. Maar je zegt nu van Isa was ziek. Was het ook de reden dat er heel veel over rechts ging in de eerste helft? Of grote delen van de eerste helft? Nou, ja, ik heb dat niet zozeer ervaren. Het is wel zo dat natuurlijk als je met een lopende, als je Job op 10 hebt staan en een lopende jongen, dat hij liever op rechts uitkomt dan dat hij op links uitkomt. Dus als je, er zullen best een aantal aanvallen daar over die kant wat meer zijn gegaan. Maar we wilden er ook echt wel een aantal keren naar links openen om daar 1-1 te krijgen. En die zijn er ook wel een moment of 3 geweest. Waarbij Isa zelfs denk als hij hier voor zijn man langs snijdt, ook gewoon alleen voor de keeper kan komen. Dus ja, nou, ik heb dat niet zo duidelijk ervaren, denk ik, als jij het hebt ervaren. Zo. Goed, dan krijgen we het moment natuurlijk van Lars ten Dolle. Heel triest allemaal. Het heeft amper 5 minuten geduurd. In de tweede helft. En ja, die raak je voorlopig weer kwijt. Voor zover misschien zijn hele voetbalcarrière wel eens ten einde is. Ja, goed, dat laatste kan ik hem totaal niet beantwoorden natuurlijk, omdat ik geen idee heb hoe hij daarin staat en wat hij wil. Kijk, het lijkt erop dat hij zijn kruisband weer kapot heeft, omdat hij ook duidelijk wat heeft horen knappen, als eigen zeggen. Dus, daar zijn we wel bang voor. Maar goed, ik heb hem nog niet weer gesproken, hij is naar huis denk ik, dus en dat snap ik. Ja, dat is natuurlijk wel een klap die je moet opvangen op zo'n moment in het veld. En ik moet zeggen dat we dat de eerste paar minuten ook prima deden. Hè? Die jongens die het weer neerzetten, nou, dan kregen we
tegenstanders tegen die Kenan al beschreven heeft. De eerste die dan weer corner wordt. En de tweede, dan denk ik wel, ja, daar, als je dan ergens kijkt van nou, waar is dan wat te verwijten, ja, daar wel. Want dan staat die jongen wel heel vrij. En ik hoop dat ze dan 11 op de doellijn stonden gedacht of zo. Overdrijf ik misschien wat, maar... Nou, er stonden er wel heel veel in, ja, het 5 meter gebied. Nou, ja, precies. Dus ik moet die beelden nog terugzien. Maar dat was wel heel vrij natuurlijk. En dat is wel een organisatiefout die je moet aantrekken in het veld, denk ik. Nou goed, dan ga je door. En ik praat er even door, dat is echt wel goed. Maar, en dan krijg je die tweede goal tegen. Wat ik gewoon, een bal die er ergens de lucht in gaat, die in een ongewis ergens terecht komt, valt bij onze keeper. Ja, ik vind wel dat onze keeper die moet hebben. Ja, ik ben wel met de Kenan eens. Ik vind dat het een overtreding is, dat vind ik. Maar goed, ik kijk met nummers, ik vind het echt een overtreding. Maar ik vind ook als keeper moet je daar wel staan, dan mag je zo'n bal het best hebben en erin springen en die bal met de vuist raken en dan de rest nog iets meenemen. Dan is rood inderdaad zwaar gestraft, een dubbele straf. En dan moet je noodgedwongen wisselen. Dan hebben we gekozen om een middenvelder weg te halen. En de rechterzijkant en de rechter middenvelder dat met twee mensen proberen te belopen in plaats van met drie. Dus met twee jongens die normaal gesproken ook aan kunnen. Hey, Job en Nielsson. Maar dan is je hele middenveld weg, hè? Want Lars is eruit natuurlijk, Marcus Tissing is weg. Dan blijft er met Patrick Pluim weinig middenveld meer over. Maar je kiest op dat moment voor de lange bal om wellicht nog iets aan die achterstand terug te kunnen doen. Nou, je moet kijken, ten eerste hadden we twee middenvelders van Peter, stond er intussen ook gewoon op natuurlijk. Dus je hebt daar en dan moet je een keuze maken. Of je haalt de vier achterom en je haalt bij wijze van spreken spits weg. Maar ja, je komt met 1-0, waarschijnlijk 2-0 achter. Dan moet je gewoon gokken. En dan hebben we aan de rechterkant hebben we jongens lopen die dat vrij goed samen aan kunnen en die ruimtes kunnen bespelen en ook 40 meter, 50 meter, 60 meter kunnen overbruggen. Ja, ik denk dat als we die twee kansen naar die tijd maken, 200% kansen, dan hebben we het fantastisch gedaan. En nu kun je zeggen, ja, heb je risico genomen? Ja, het is gewoon proberen en hopen dat je toch nog wat uit die wedstrijd haalt. Ja, en dat is dan net niet gelukt. Alles en alle, hè, Marnix Tissing, een dijk van een kans natuurlijk. Marnix voor de rust, bedoel je, dat ja. Overstapje? Ja. Ja. Goed, ik had net de oude spits van Nunspeet even waar ik mee stond te praten. Die zei tegen mij, ja, je moet hem nemen en dan in een hoek leggen. Ja, dat had gekund. Denk ik. Maar goed, hij maakt hem niet. Ja, goed. Dat zou ik ervan vinden. Dat zijn kansen die af en toe 100% kans was, maar het is een grote mogelijkheid, laten we zo zeggen. Ik heb geroepen 26 meter over het doel. Dat is misschien wat overdreven, maar het geeft wel aan hoe ver hij over was. Ja. Goed, ja, je zult aan Marnix moeten vragen wat hij dat mijn dacht. Kenan, drie hele belangrijke punten, want met 10 punten uit 10 wedstrijden stonden jullie toch ook in de onderste regio. Ja, dat klopt volledig. We wisten ook vandaag, we in het begin ook aangaven, 6 punten wedstrijd. Allebei 10 punten, nu spelen we nog wel een wedstrijd minder. Ook naar de onderste regionen kijken, oké, vandaag had je echt wel 3 punten nodig om volgende week met DZC thuis. Nou ja, we hebben nu alles fit gelukkig en ook de geschorste jongens weer allemaal terug. Volgende week helemaal. Dus dit was echt een hele belangrijke 3 punten voor ons. Ja, absoluut. Om daarmee ook weer even wat plekjes te stijgen op de ranglijst. Ja, dat hou je nu toch. Ik denk toch dat in de eerste klasse, met name ik denk vanaf nummer 5 tot en met de laatste, dat gaat nog allemaal alle kanten op. Alleen je zit aan de bovenkant met Bennekom en met NSC, dat zijn wel twee ploegen. En specifieke kwaliteiten, dat wordt heel lastig. En voor de rest, ja, gaan we het zien. Ja, je wisselde in de slotfase toch ook nog een paar keer echt om alles op alles te zetten om die overwinning over de streep te trekken? Nee, we hadden Maarten Smit voor vandaag fit kunnen krijgen. Een hele belangrijke speler voor ons, zeg maar, ook in de diepte. Dus de enige eigenlijk die wij aan de rechterkant hebben, die ook heel veel diepte in zijn spel heeft. Die moest voor mij vandaag linksom rechtsom een minuut te maken. Daarnaast heeft hij ongeveer 75 minuten gespeeld. Nou, voor de zekerheid toch eraf. Daarvoor in plaats van Glenn. Ja, later inderdaad ook een beetje met de minuten. En kwam Marnik, een jongen van de A1, heb ik erin gebracht. Dat kan er natuurlijk ook. Je staat 2-0 voor. Maar ik vond wel dat we in de laatste 5 minuten wel aan het verslappen waren. Dus daar ben ik in ieder geval niet tevreden over. Het kan zomaar een moment zijn dat hij 2-1 valt, wat ik net zei. Dan is zomaar een rommelige laatste paar minuten. Dat kan alle kanten uit. En ook niet weten hoe lang dat het dan nog duurt, hè? Ja, ook dat ja. Maar het duurde nogal dat een keeper op een gegeven moment. Het duurde zo lang. Ik twijfelde oké, mijn spits, ja, die gaat die bal wel maken. Maar goed, zo lang over een penalty nadenken. Vaak ben je in het nadeel. Maar goed, in dit geval, volgens mij raakte hem ook nog de keeper.
Dus dan gaat het tussen de oren spelen. Ja, nou ja, vaak wel, hè. Dus volgende week deze twee thuis nog. Ja, klopt. Ook een hele belangrijke weer voor ons. Ook van onderste regionen. Ja, ook een 6-punten wedstrijd eigenlijk voor ons. Om goed de winterstop in te gaan. We gaan in ieder geval alles om de vier wedstrijden winnend af te staan. Succes in elk geval. Ja, Freddy, voor Nunspeet is het nog niet afgelopen. Volgende week de Merino's uit. En dan is er nog een keer een thuiswedstrijd op slag van kerst DTS thuis. Maar het lijstje met geblesseerden geschorst wordt wel groter. Ja, geblesseerden natuurlijk zeker. Dat is natuurlijk wel triest voor de jongens zelf in de eerste plaats. Maar voor ons wordt dat ook niet makkelijker van. Er zitten allemaal middenvelders dus ook. Dus dat wordt wel kijken, met name ook kijken naar de balans in je team blijven houden. Dat vind ik dan wel heel belangrijk. Maar goed, dat snappen we allemaal wel. Ik wil nog wel even, iedereen zal weer wat vinden van een wedstrijd. Hè? Maar het laatste kwartier, hoe je het ook vindt en hoe je het ook bent acteert. Ik moet de jongens dan heel veel compliment maken dat ze na zo'n tegenslag als met LAS, 2-0, toch een kwartier lang. En natuurlijk heeft dat ook te maken met een beetje verslapping bij DOS, wat denk van al we zijn. Hè? We hebben die overwinning binnen. Maar toch een kwartier lang in staat zijn om DOS naar achter te drukken, 200% kansen te creëren. Ja, dat vind ik ook wel, dat toont je ook wel een stukje karakter. En dat zal vanaf minuut 1 nog meer moeten. En elkaar daar ook op durven aanspreken. Maar goed, dat heb ik altijd in de jongens gezegd. Dat ik toch vind dat ze, want het is nogal een tegenslag zoals met LAS, dat ze toch wel weer dat weer knap gedaan hebben, vind ik ook wel. Pak je geen punten mee, snap ik ook. Maar in de komende weken zullen we toch dat karakter nodig hebben om die punten wel te gaan halen. Want we hebben ze ook gewoon nodig. Klopte die team misschien harder dan die 11 die voor de rode kaart van Akma in het veld stonden? Nou, nee. Als het goed is, brengt dit wat in je los natuurlijk. Hè. Dat is niet gebeurd. Misschien had dat eerder in er zat wat meer vuur in die laatste 10 minuten. Ja, dat zag je natuurlijk ook tegen de ronde toe met 10 man aan het staan. En toen was het 0-0 en winnen we nog met 2-0. En toen kreeg je ook twee kansen. En dan kan het ook maar zo 2-2 worden. Of in ieder geval zeggen, eerst 2-1. En dan, ik weet niet of dat... Het brengt bij iedere mens wat teweeg als zoiets gebeurt, denk ik. En ik denk niet dat het dan dat we daarvoor bewust wat hebben laten liggen. Daar geloof ik helemaal niks aan. En dat vond ik ook niet. Kijk, het eerste helft was misschien niet goed. En het is 0-0. Maar wij hebben best wel veel tegengoals. We hebben ook wel bewust gekozen om te zeggen, nou, we gaan niet in de val trappen om heel veel ruimte te geven. Bijvoorbeeld voor zo'n Matensmit. Ja. We willen gewoon zorgen dat dat goed staat. En dan gaan we eerst maar eens vanuit die 0-0 kijken. En dan een soort gekke kansen creëren. En ik denk dat daar niks mis mee was. Want we gaan bijna niks weg. Dus alleen, ja goed. Tweede helft is er voorlopig zoals we nu al lang besproken hebben. Dus. Zijn er stappen gemaakt of zeg je van nou er moet nog heel veel gebeuren? Nou ja, natuurlijk moet er heel veel gebeuren, maar dat hebben we samen wel even besproken en daar zeg je nee. Maar goed, op mentaal gebied ja, is er veel te feiten vandaag. Ja, sommige dingen wel, maar ook heel veel dingen niet. En dat gaat echt niet van de ene op de andere week is maar zo 100% een draai gemaakt. Dat gaat in stapjes. En dan kom je tegenslagen tegen. Zoals vorige week twee blessures net voor en na rust. Zoals deze hele zware blessure, wat ook wat doet met alle jongens. En want het is wel een vriend van ze, een goede voetbalmaat van ze, die dit na zo'n zware en zo'n lange periode knokken van een jaar, nu toch weer dit gebeurt. Ja, dat is schrikkelijk. Maar dat is dan een tegenslag die we nu hebben. Maar we zullen naar de toekomst toch verder moeten. En we zullen per week moeten kijken om een stap naar voren te maken. Ook succesvol. Dank je, Merino's. Dat was het vanuit het business zone van de voetbalvereniging Nunspeet. Napraten over de wedstrijd Nunspeet tegen DOS 37. 0-2 vanmiddag bij Jinket.